Gezondere producten goed in het zicht leggen zorgt voor een gezonde uitstraling van jouw kantine. Als er voldoende gezonde producten zijn en leerlingen deze makkelijk kunnen pakken, dan kiezen ze hier ook eerder voor. Met de richtlijnen van het voedingscentrum kun je werken aan een gezondere schoolkantine. Door in jouw kantine gezonde keuzes makkelijk te maken, geef je leerlingen een duwtje in de juiste richting. Je haalt de ongezonde keuze dus niet weg, maar de gezonde optie wordt aantrekkelijker gemaakt. Voor een gezonde uitstraling is dit de basis. Allereerst is het belangrijk om op de opvallende plekken de betere keuzes neer te leggen. Denk aan volkoren broodjes, fruit, groenten en water. Zet deze producten vooraan op de balie, op ooghoogte of op een opvallende verhoging, binnen handbereik of op andere plekken van een balie die als eerste in het oog springen. Plaats de ongezondere keuzes juist achteraan of niet duidelijk zichtbaar voor de leerlingen. Ook in de automaten staan op de meest opvallende plekken de betere keuzes, zoals water en frisdrank met weinig of geen calorieën. Daarnaast is het belangrijk dat er bij de kassa alleen betere keuzes staan, zoals groente, fruit, flesjes water of zakjes ongezouten nootjes. Deze producten kunnen leerlingen makkelijk pakken als ze afrekenen of in de rij staan te wachten. Dit is de basis voor een gezonde uitstraling. Maar wil je nog meer doen om ervoor te zorgen dat de schoolkantine er lekker en gezond uitziet? Dan zijn er nog 6 aanvullende punten waaraan je kunt werken. Hoe meer punten je kunt afvinken, hoe makkelijker je gezond kiezen maakt voor je leerlingen. Het is belangrijk dat groente en fruit aantrekkelijk wordt gepresenteerd. Bied het aan in voorgesneden porties, verwerk het op broodjes of in maaltijden of leg het in schalen of manden op de balie. Zorg ook dat er alleen betere keuzes te zien zijn op de plek waar je in de kantine het eerste langs loopt. Pas later kom je dan eventueel langs minder gezonde producten. Bij aanprijsacties worden alleen betere keuzes aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan een actie met producten voor een lagere prijs, zoals een volkoren broodje met een flesje water. Op de menukaart bestaat minstens de helft van het aanbod uit betere keuzes. In de kantine zie je alleen betere keuzes in beeld. Denk aan eten en drinken dat je ziet op bijvoorbeeld posters, schermen en menukaarten. Je kunt natuurlijk ook afbeeldingen zonder eten en drinken laten zien. Reclames op automaten laten ook alleen eten en drinken uit de schijf van 5 zien. Bijvoorbeeld van fruit of water. Of natuurlijk een afbeelding zonder eten en drinken. Er zijn dus veel manieren om met de inrichting van jouw kantine leerlingen een duwtje in de juiste richting te geven. Wil je nu meer weten over gezonde keuzes in jouw kantine? Kijk dan onze video over broodjes en soepen en onze video over snacks en dranken.